12.000 miljard euro door Nederlandse brievenbusmaatschappijen? Maakt het Nederland tot een belastingparadijs? Is dit juist of zien wij dit verkeerd? Wat verdient Nederland hieraan en wat kost ons dit? We gaan hierover praten met twee gasten. Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie en tevens partner bij Deloitte. En Ed Groot, PvdA Tweede Kamerlid. U kunt de discussie meedoen met de publieksmicrofoon door een vraag te stellen of mee te twitteren met hashtag RFD. Maar eerst graag een warm applaus voor Ed Groot en Peter Kavelaars. Die is voor u. Heel goed. Welkom ook namens mij. Wat fijn dat jullie hier zijn. Meneer Groot, u bent begonnen als journalist, hè, voor het Financieel Dagblad. Ja, klopt. Als Room for Discussion in uw studententijd ook bestaan had. Had u hier dan bij ons op de bank gezeten? Dat zou zo moeten zijn. Moment, ik moest even de yes. Dingen aanzetten. Als Room for Discussion in uw studententijd bestaan had, had u dan op onze plek gezeten? Ja, ik denk het wel. Ik vond altijd journalistiek heel leuk. Ja, en ook deze vorm vind ik ook heel leuk. Ja, het is eigenlijk heel slecht dat we dat toen niet hebben opgericht. Gelukkig hebben wij dat gat gevuld. Ja. En daarna bent u naar de Tweede Kamer gegaan en u heeft in uw portefeuille heeft u belastingen zitten, belastingontwijking. Is dat een onderwerp wat u zelf gekozen heeft of wordt dat toebedeeld? Nee, kijk, ik ben algemeen econoom, ik ben ook geen fiscalist. Maar ja, ik heb dit onderwerp bij de portefeuilleverdeling naar me toe gekregen. Ik ben er intussen wel van doordrongen geraakt. Fiscaliteit, het is een hele moeilijk toegankelijke materie. Maar je ziet aan alles dat het wel ontzettend belangrijk is, want het heeft enorm veel invloed op het ook op dagelijks leven van mensen. Ja, als je het hebt over toeslagen, als je het hebt over de belastingschijven, alle aftrekposten, maar ook het internationale deel. We gaan het vandaag inderdaad over het internationale deel vooral hebben. Meneer Kavelaars, u bent hoogleraar fiscale economie en partner bij Deloitte. U vroeg me af, hoe bent u bij Deloitte gekomen na uw afstuderen? Nou, niet direct naar mijn afstudering. Ik heb eerst 5 jaar bij de Belastingdienst gewerkt. En een mooi project gedaan in het kader van de ontwikkelingshulp aan Indonesische ambtenaren. En toen was er een hele mooie baan, voor mij althans, om bij een vaktechnisch bureau te komen werken. En de vaktechniek, die trok me altijd. Dus toen ben ik op deze plek terechtgekomen. En even in het kort, wat doet een fiscaal econoom precies? Bijvoorbeeld ook ten opzichte van een fiscaal jurist? Nou, de verschillen tussen de fiscale economie en de fiscaal recht, die manifesteren zich vooral tijdens de studie. Omdat de economen echt een economische achtergrond hebben. Dus veel algemene economie, macro-economie, bedrijfseconomie. En juristen die hebben veel huwelijksvermogensrecht, privaatrecht, et cetera. In de fiscale vakken maakt het eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Die lopen parallel, dat is ook logisch. Belastingstelsel is belastingstelsel. En je ziet in de loop van de jaren in de praktijk dat die twee groepen helemaal weer naar elkaar toe groeien. Ja, en u hebt dus twee mooie functies volgens mij, hoogleraar en partner bij Deloitte. Wat bent u nou meer als u moet kiezen? Nou ja, ik ben meer wetenschapper. Ook bij Deloitte heb ik vooral een wetenschappelijke functie en ik heb ook helemaal geen cliënten daar. En op de universiteit, waar ik maar een aanstelling van 2 dagen heb, daar ben ik ongeveer actief 3 à 4 dagen per week. Dus daar ligt toch meer mijn aandachtsgebied. Ja. Wij vonden het zelf ontzettend lastige materie. Wij zijn allebei geen fiscalisten en wij hebben ons een beetje wegwijs moeten maken in deze wereld. En we wilden eigenlijk de komende half uur wilden we een beetje gaan proberen bloot te leggen hoe multinationals nou eigenlijk belasting ontwijken. En we hopen dat jullie ons daarbij willen helpen. Laten we bij het begin beginnen. Als je een grote multinational bent, welke belastingen betaal je dan eigenlijk allemaal? Ja, als ik een voorzet mag geven, maar ja, meneer Kavelaars kan het ongetwijfeld aanvullen. Multinationals betalen eigenlijk best wel veel belasting in de zin dat zie je zelfs ook in ontwikkelingslanden. Hè? Dan zijn het vaak de enige bedrijven die überhaupt nog wat belastingen betalen, want ze betalen dus vaak wel, ze dragen btw af en de mensen die ze in dienst hebben, daar dragen ze vaak loon- en inkomstenbelasting af. Soms kan het zijn om invoereffingen. Je ziet ook grote multinationals die laten een hele staat zien van, en dat is heel goed, van wat voor soorten belastingen ze overal afdragen. Maar als het gaat om winstbelasting, dan is een van de grote conclusies van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, dat multinationals effectief
echt veel minder winstbelasting betalen dan kleine bedrijven. En dat geeft ook concurrentieverstoring. Ja, en het is ook oneerlijk ten opzichte van de burgers. Oké, dus het grote ontwijken vindt plaats op het gebied van winstbelasting. Ja. Bent u dat dat is zo omdat dat wat makkelijker te ontwijken is. We moeten ook wel in de gaten houden dat sowieso in alle landen, geldt in Nederland maar eigenlijk overal, de winstbelastingen qua omvang veel kleiner zijn dan de omzetbelasting en de loonbelasting. Als we even naar Nederland kijken om de verhoudingen te bepalen. Wij betalen in Nederland aan loonbelasting en omzetbelasting gezamenlijk, even wie dat precies betaalt laat ik in het midden, ongeveer 90 à 100 miljard. En de winstbelasting, dus de vennootschapsbelasting is dat in Nederland, het is bij elkaar iets van 14 miljard. En dan heb ik nog niet over de premies voor de sociale verzekeringen die daar ook nog eens op die arbeid drukken, want dat is, gaat nog eens om 100 miljard extra. Okay. Dus je ziet wel dat de verhouding tussen die belastingen heel erg verschillend is. Dus er wordt relatief veel meer door particulieren en MKB betaald dan door multinationals. Dat, dat is een juiste conclusie. Dat valt, ik denk dat dat op zich wel meevalt, want de omzetbelasting die is natuurlijk keurig gespreid. En uiteindelijk moet je overigens één ding wel in de gaten houden bij al die belastingen. Dat is vooral voor economen interessant, denk ik. Wij heffen natuurlijk belastingen van bedrijven. Dat is met name de winstbelasting, want de loon- en omzetbelasting die komt natuurlijk vooral terecht. Die wordt ook gedragen door enerzijds de consumenten, de BTW, accijnzen ook. Loonbelasting uiteraard in principe door de werknemers. Maar de belasting die bedrijven betalen, dat is een heel lastig fenomeen. Want de vraag is natuurlijk, wie dragen die belasting nu eigenlijk? En er is een groot verschil tussen betalen en dragen. Nou, kijk, wij betalen met z'n allen belastingen. Bedrijven betalen belastingen, daar is geen discussie over mogelijk. Maar de vraag is natuurlijk uiteindelijk, wie draagt die belasting? Dat wil zeggen, op wie drukt die belasting nu uiteindelijk? Juristen maken zich daar zelden drukte over, want die zeggen gewoon, het staat in de wet. Maar de economen zeggen, ja, waar komt die belasting terecht? Want elke belastingplichtige, nou, bijna elke belastingplichtige, die probeert natuurlijk die belasting bij op een ander bordje neer te leggen. Maar, en dan is de vraag of dat natuurlijke personen zijn. Nou, als ik mag aanvullen, in antwoord op die vraag van op wie drukt die belastingen? Nou, BTW dat drukt overduidelijk uiteindelijk op de consument. Hè. Bedrijven dragen het al af, maar het drukt op de consument. Loonbelasting drukt op de factor arbeid. En wat we kunnen zien wereldwijd is dat belasting op kapitaal, hè, dus op winst, ja, dat die wereldwijd gewoon achtergebleven zijn ten opzichte van lasten op arbeid en lasten op consumptie. En het project van de OECD is erop geëcht om daar meer evenwicht in te brengen. En om die. Er zijn in theorie wel tarieven voor winstbelasting, maar die effectief wordt er veel minder betaald dan het tarief. Dan lijkt uit de tarief. Oké, okay. We willen toch een heel klein beetje terug. Er moeten namelijk manieren zijn waarop multinationals belasting ontwijken. En de OECD is er inderdaad momenteel mee bezig om dat aan te pakken. En zij kijken voornamelijk naar twee manieren, base erosion en profit shifting. En we hoopten eigenlijk dat jullie tweeën dat een beetje duidelijker aan ons konden maken. Laten we beginnen bij base erosion. Wat betekent dat? Wat is dat? Base erosion wil zeggen dat de belastingontslag wordt uitgehold. En dat komt op zijn beurt door verschillen in belastingstelsels tussen landen. En als in het ene land bijvoorbeeld de rente op leningen aftrekbaar is, in het andere niet, dan zorg je dat je je schulden laat vallen in landen waar je die rente kunt aftrekken. En als in het andere land dan de winstbelasting heel laag is, dan laat je daar je winsten neervallen. Dus op die manier, dus door gebruik te maken van verschillen tussen nationale belastingssystemen, kunnen internationaal open ondernemingen kunnen dus zorgen dat ze een hele lage belastingontslag hebben. Wacht, volgens mij slaat u een paar stappen over. Dus je hebt in land A heb je een dochteronderneming en in land B. Ja. En die lenen intern geld aan elkaar uit. Ja. Heb ik dat goed begrepen? Dat zou en dan ja, de rente die je over die lening betaalt. Als in het ene land de rente aftrekbaar is, laat je daar de schulden neervallen. En als in het andere land de winstbelasting heel laag is, laat je daar de winsten neervallen. Ja, en op die manier betaal je heel weinig belasting. Waar je op moet letten is dat in het fiscale systeem het altijd zo is, althans uitzonderingen daar gelaten, dat de rente op vermogen, dus op schulden, hè, want daar hebben we het dan even over, fiscaal eigenlijk altijd aftrekbaar is. Er zijn weinig landen, ik denk zelfs eigenlijk helemaal geen, waar dat een regel is die niet geldt. Dus rente is op vreemd vermogen is altijd aftrekbaar. De vergoeding op eigen vermogen
kapitaal, aandelenkapitaal, die is, en ook dat is een redelijk generieke regel die we in de wereld kennen, niet aftrekbaar. En je ziet dat daar natuurlijk gebruik van wordt gemaakt door ondernemingen die zeggen, ja, maar dan kunnen we dus beter vreemd vermogen aan gaan trekken dan eigen vermogen. Daarom zie je ook dat ondernemingen vaak bovenmatig gefinancierd zijn met vreemd vermogen. En dat wordt voor een belangrijk deel, en dat is op zich denk ik dus een verkeerd signaal van het fiscale stelsel, ingegeven door dit onderscheid. Ik zou er zelf een groot voorstander van zijn, dat je dus de behandeling van eigen en vreemd vermogen gelijker gaat behandelen. Je moet aan de andere kant ook realiseren, als een vergoeding op eigen vermogen wordt betaald, dan hebben we het over dividenden, dat is een vergoeding op eigen vermogen, dan is die in de regel, als je dat tussen concerns doet, ook onbelast. Dat is ook een regel die bijna de hele wereld hanteert, met verschillende variaties, de deelnemingsvrijstelling. En een vergoeding op dat vreemde vermogen, dat wordt in de regel altijd wel belast. Dus ook daar zie je een spanning staan. Want ja, je wil natuurlijk liever vrijgesteld vermogen hebben dan vrijgesteld inkomen dan belastinginkomen. En speelt Nederland nou ook een belangrijke rol in dit gedeelte, in het Basic Roadmap? In dit gedeelte niet. Zij dat wij, althans grote ondernemingen, en dat gaf de grote wel terecht aan, die kunnen daar makkelijker gebruik van maken. Waarom? Omdat die in meer landen gevestigd zijn. Dus die kunnen inderdaad kijken of ze misschien, zeg maar, enerzijds die aftrekpost kunnen genereren, zoals je dat net schetste, en tegelijkertijd kunnen kijken of ze dat onbelast kunnen genieten. En wij noemen dat in fiscale termen de hybride leningen. Ja. De term geeft het al aan. Er zit een deeltje karakter in van vreemd vermogen, renteaftrekbaar, en een deeltje eigen vermogen, baten onbelast. En als je de bakker hier op de hoek hebt, dat gaat natuurlijk niet lukken, want die heeft alleen met het Nederlandse systeem te maken. En daar zie je dus dat daar de ruimte om althans hiervan gebruik te maken minder is. Ja. Je vroeg of Nederland hier geen rol in speelt. Ja, niet in de zin van de letterlijke wetgeving, maar wel indirect een hele belangrijke rol. Want Nederland heeft met heel veel landen belastingverdragen. En dus als het gaat om dat schuiven met die grondslag, wordt Nederland wel vaak als tussenschakel gebruikt. Te meer ook omdat Nederland geen bronbelastingen heeft op financiële stromen. Wij hebben de meeste belastingverdragen van de hele wereld, heb ik begrepen. En dus Nederland wordt dus wel gebruikt als tussenschakel om die grote financiële stromen de wereld rond te pompen. En wat heeft het dan voor gevolgen, meneer Kavelaars? Dat Nederland deze belastingverdragen van de hele wereld heeft? Je moet wel wat zaken uit elkaar halen. Dit speelt ook een rol, maar dit staat wat los. Dat is een ander fenomeen, zeg maar, dan het fenomeen wat we net schetsten. Daar komen ze op, ja. Dit heeft iets meer te maken met, daar doelt volgens mij de grote op de brievenbusfirma's. Die hier volop in Amsterdam schijnen te zitten. En die hier vooral zitten om inderdaad gebruik te maken van ons mooie belastingverdragsnet. We zijn overigens niet... Ik wil heel even terug, u zei schijnen te zitten. Ik heb er zelf nog nooit een gezien hier in Amsterdam. Dus, maar de onderzoeken geven aan dat die hier heel veel hebben zitten. Dus dat zal ongetwijfeld juist zijn. Dus daar loopt zeg maar geld doorheen. Hè? Aan het begin gaf het al even aan. Daar loopt veel geld doorheen. En dat loopt er vooral doorheen omdat wij als Nederlanders een heel mooi belastingverdragsnetwerk hebben. Wat overigens, zeg ik er altijd maar gelijk bij, ook andere landen natuurlijk kunnen doen. Wij zijn ook niet de enige. We hebben wel veel verdragen, maar er zijn landen die nog meer verdragen hebben. Er zijn ook landen die evenveel hebben. Daar komen we zo meteen op. Ja. Nog heel even, we hebben dus dat base erosion, dat uithollen van die grondslag nu een beetje proberen te begrijpen. Dan is er nog het zogenaamde profit shifting, het verschuiven van de winst. Kunt u daar misschien een kleine uitleg voor geven? Ja, dat heeft verschillende vormen, maar de meest bekende is eigenlijk wat wij zien in wat we de transfer pricing noemen. Typisch een economische aangelegenheid. Er worden goederen en diensten geleverd binnen een concern tussen dochtervennootschappen of moeder- en dochtervennootschappen of tussen moeder- en kleindochtervennootschappen. En dan is de vraag, wat is nou de prijs van dat goed? Is dat een tientje of is dat 10,50 euro of is het 9,50 euro? En als dat grensoverschrijdend gebeurt, dan kun je je wel voorstellen dat het bedrijf denkt, ja, ik moet ergens winst nemen binnen concern, maar ik kijk waar de belastingdruk, tarieven, het laagst is. Want ik kan het beste proberen om daar de opbrengst zoveel mogelijk te laten liggen. Nou, en die transfer pricing problematiek, die gaat dus om de vaststelling van de juiste prijs. En dat is heel ingewikkeld, want wat is de juiste prijs? Nou, economen weten er alles van. En die proberen daar dus wel wat in te schuiven. Nou, en wat nu in dat profit shifting project met name beoogd te gebeuren, is dat er een veel betere controle, toezicht, verificatie van wat de juiste transfer pricing is, gaat kunt gebeuren. Kunt u het illustreren aan een voorbeeld? Dus stel je voor, je hebt een dochteronderneming in China, daar staat de fabriek, die produceert
pak een beetje fietsen. Ja. En de marketing en sales, dat gebeurt in Nederland. Precies. Nou, die fiets, stel dat die gewoon naar Nederland wordt geleverd, die kost daar, ik noem maar wat, €50 om te maken. Ja. En dan zijn er nog verkoopkosten, laten we even zeggen €20. En die fiets kost uiteindelijk €100. Ja. Nou, dan zijn de totale kosten 70 en de opbrengst is 100. Maar de vraag is nou natuurlijk, wat worden voor activiteiten vinden er in Nederland plaats? En hoeveel winst moet ik daaraan toerekenen? Dus van die €30 winst in mijn voorbeeldje is de vraag, valt er nou €5 in Nederland vanwege die marketingactiviteit? Dan moet je zeggen, nee, het grootste deel van die winst is toe te rekenen aan de productie van die fiets. En die moet dus in China vallen. Nou, als de tarieven in Nederland en China even hoog zijn, dan maakt het natuurlijk allemaal niks uit. Maar als China, ik noem wat, 10% winstbelasting heeft en Nederland 25%, dan is het evident dat zo'n bedrijf zegt, ja, ik ga proberen om die kosten waar tegen die fiets naar Nederland wordt verkocht, naar die dochtervennootschap in Nederland van die Chinese productievennootschap, die ga ik proberen zoveel mogelijk in Nederland te brengen, zodat de winst in China zo hoog mogelijk is. Duidelijk. Meneer Groot. Ik wil hier nog graag een aanvulling op doen, want kijk, dit onderwerp is heel belangrijk geworden sinds de komst van de nieuwe economie. Kijk, vroeger, als je het had over fietsen, of je had het over vrachtwagens. Er is heel veel bekend over productieprocessen, wat nou een vrachtwagen kost, wat nou de onderdelen kosten. Dan kun je dus heel goed die verrekenprijzen bepalen. Maar hoe doe je dat nou bij intellectueel eigendom, bijvoorbeeld bij Apple? Wat is de waarde van de onderzoek en ontwikkeling in Apple? Of in geneesmiddelen? Of bijvoorbeeld franchise-formules zoals bijvoorbeeld Starbucks. Ja, exact mijn vraag, maar hoe kun je daar beleid op inrichten dan? Nou, en wat er dus gebeurd is dat dan de intellectuele eigendomsrechten, die hebben, wat je dus ziet is dat multinationals die verplaatsen die intellectuele eigendomsrechten naar een belastingparadijs, Bermuda, de Cayman-eilanden. Vanuit daaruit wordt een hoge prijs gerekend voor een kop koffie of voor een octrooi. Dan verhuist alle winst naar zo'n belastingparadijs waar het niet belast wordt. Ah, okay. En dat is dus het probleem tegenwoordig met die verrekenprijzen. Het speelt niet zo erg bij fietsen, maar het speelt vooral bij royalties, bij intellectuele eigendomsrechten. Ja. En dat is iets van een nieuwe economie. Oké. Okay. Nou, profit shifting is wat mij betreft duidelijk, maar een beetje aan het begin van het gesprek vielen er toch wel heel erg veel termen heel snel achter elkaar, die ik niet zo goed kan volgen. Zo hebben we het even kort gehad over verdragen, even kort gehad over deelnemingsvrijstellingen. Klopt het dat die twee iets met elkaar te maken hebben? Wat staat er nou eigenlijk in een belastingverdrag? Nou, een belastingverdrag doet eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats zegt hij in essentie welk land wel mag heffen en welk land niet mag heffen als er grensoverschrijdende inkomsten zijn. Oké. Okay. Je kunt dat bij bedrijven doen, maar dat kan ook over arbeid gaan, dat kan over dividend gaan, dat kan over huuropbrengsten zijn, hoewel daar de discussie gewoon ook al beperkt is. En stel, als ik even naar arbeid toespits en niet op onderneming, iemand woont in Nederland en werkt in Duitsland, wie mag dan belasten? Ja. Duitsland of Nederland? Nou, het verdrag zegt dan netjes, dat is in principe de arbeidsstaat. Bij winst, ondernemingen, de arbeidsstaat, dus dat is waar de werkzaamheden worden verricht, dus Duitsland in mijn voorbeeld. Okay. Ja. En winst zegt al een verdrag in het algemeen, de staat waar de ondernemingsactiviteiten plaatsvinden, dus de feitelijke ondernemingsactiviteiten, daar vindt de heffing ook plaats. En het verdrag zegt dan, het andere land, die moet dus een vrijstelling geven ter voorkoming van die dubbele belasting. Okay. Dat is met name wat een verdrag doet. Het probleem volgens mij, of het idee is inderdaad, dat er niet dubbel geheven wordt. Maar waar volgens mij ook president Obama op aandroeg, is dat er in feite eigenlijk soms ook niet geheven wordt. Hoe is dat mogelijk? Dat er dus wel met die belastingverdragen... Ja. Nou, dat komt omdat je daar zijn verschillende achtergronden van. Het ene is overigens net al even aan de orde geweest. Dat is zeg maar wat de Groot aangaf als het feit dat je die grondslag uitholt. En dat je dus aan de ene kant geen belasting kunt heffen. Terwijl aan de andere kant de betaalkant dus, zeg maar, de betaling aftrekbaar is. Dan krijg je, ja, wat wij dan als fiscalisten, een dubbel dip noemen. Sorry, en dat ging niet te vlug. Nee, nou ja, stel even dat we het over die rentecomponent van net weer hebben en over die hybride lening. Ja. Die hybride lening die had het kenmerk van eigen vermogen en vreemd vermogen. Nou is het in de betaalstaat, wordt die bijvoorbeeld aangemerkt als vreemd vermogen. Wat is dan het geval? Dan is de rente daarop aftrekbaar. Dat is mooi, althans voor de bedrijf. In de andere staat, waar die lening dus door verstrekt is, daar wordt diezelfde lening als eigen vermogen aangemerkt. Ja. En dan zie je dus dat die staat, die ontvangt, zeg maar, dat bedrag wat in de ene staat als rente is, al dividend aanmerkt. En dan zegt vervolgens die ontvangster, nou, dat belasten wij niet, dividend stellen wij vrij op grond van die deelnemingsvrijstelling. Dus eigenlijk wordt hetzelfde beestje bij twee namen genoemd. Klopt dat?
Ja, zo'n hybride lening die heeft dat. Ja, daarom noemen we hem dus hybride. Het is hetzelfde element, namelijk die, of hetzelfde grootheid, die lening. Ja. En die heeft dus, doordat landen een eigen belastingssysteem hebben en dat naar eigen believen kwalificeren, heeft die dat effect. En zo kun je dat ook wel met verdragen krijgen, want ook daar zit wel een effect in, want dit heeft niet zoveel met verdragen te maken. Mm-hmm. Namelijk dat bijvoorbeeld land A en B spreken wat af over een bepaald inkomen dat in land, alleen in land B mag worden belast. Ja. Dat zegt het verdrag. Maar wat zie je dan nog wel eens gebeuren, heel merkwaardig, maar dat land B naar het nationale recht, gewoon volgens zijn eigen inkomstenbelasting of vennootschapbelasting of noem maar op, dat voordeel niet belast. En als dat land dat belasting, dat voordeel dus inderdaad niet belast naar zijn eigen wetgeving, dan kan het eenvoudigweg niet belast worden. Zo zit het fiscale systeem in elkaar. Okay. Dus dan zie je wel dat er een toewijzing plaatsvindt aan een land, maar vervolgens heeft het land, dus heel dom van dat land, hè, dan moet je gewoon zeggen, moet je je wetgeving aanpassen. Ja, dat is waar, maar ja, dan heeft men daar misschien economische reden of maatschappelijke reden voor om dat niet te doen. Dat is dus een andere vorm van, ja, zeg maar, een onbelastbaarheid. Oké. Okay. Meneer Groot, is dit gewoon een fout in het opstellen van verdragen? Het is best goed dat we een verdraagnetwerk hebben, hè, om te voorkomen, dubbele belasting te voorkomen. Het is ook heel belangrijk voor het Nederlandse bedrijfsleven dat ze hun vleugels over de wereld kunnen uitslaan. Mm-hmm. Maar ja, de problemen zitten in de verschillen tussen de nationale stelsels. Nou, en die worden door een heleboel slimme fiscalisten genadeloos uitgebuit. Die verschillen, dat noemen we mismatches, heb ik dat begrepen? Mismatches, ja, mismatches. En die worden genadeloos uitgebuit. Ja, vandaar dat het ook heel erg belangrijk is dat er nu in internationaal verband eindelijk iets aan wordt gedaan. Meneer, en het is ook voor het eerst eigenlijk sinds tientallen jaren dat er echt serieuze pogingen worden gedaan. En wij vinden, maar dat is misschien voor de discussie van straks, dat Nederland daar van harte aan mee moet werken. En daar niet op de rem moet gaan staan. Meneer Kavelaars, bent u van mening dat er ook zoveel mismatches zijn? Of vindt het eigenlijk helemaal niet plaats? Nee. Er zijn zeker mismatches. En ik vind daar waar die mismatches ontstaan, waardoor er, zeg maar, die dubbel dips ontstaan, die moeten echt voorkomen worden. Dat is geen goede ontwikkeling. Daar worden we economisch niet wijzer van. Daar moeten we inderdaad gewoon belasting betalen. Nou, wat voor idee moet ik hier nou bij hebben? Zijn het een beetje 50-50? Of is er een klein percentage wat mismatches zijn? Of is het juist... Ik denk dat niemand echt zicht heeft om hoeveel het gaat. In bedragen bijvoorbeeld. Het zal wereldwijd, hè, want de hele wereld is hier wel bij betrokken, wel om een zeer substantieel bedrag gaan. Dat kun je wel, dat mag je wel aannemen. Er valt wat dat betreft wel wat tussen wal en schip. Je moet je overigens wel realiseren dat als je, stel dat je het voor elkaar krijgt om dat op te lossen, hè, wat op zich dus mooi zou zijn, hè, dat je gewoon zegt, al die dubbeldips en weet ik wat, die gaat, die kun je oplossen. Dan is de vraag wat je met dat geld gaat doen, hè, dat vind ik wel een belangrijk punt. Ga je zeggen, nou, daar ga ik als overheid extra uitgaven voor financieren? Of zeg je, nou nee, ik wil die belastingdruk op zich niet omhoog halen. Hè, want naar Nederland kijken, onze belastingdruk in Nederland is ongeveer 50%, hè, gerelateerd aan het BBP, moet dat hoger. Kortom, het is ook wel de vraag wat je gaat doen met die belasting. Want je kunt ook zeggen, ik ga met die extra belastingopbrengsten de belastingdruk op bijvoorbeeld arbeid verlagen, loonbelasting verlagen, om daarmee de economie op te doen. Je kunt ook zeggen, ja, ik ga extra wegen aanleggen. Dus ja. Het is ook wel van belang, wil je die extra belastingopbrengst hebben? Of wil je zeggen, nou nee, het gaat er uiteindelijk om dat ik die opbrengst goed kan aanwenden en zo ja op welke wijze. En ik zou dan zeggen, als je die extra opbrengst binnenkrijgt, moet je hem vooral gebruiken om andere belastingen naar beneden te duwen. En ja, dat is duidelijk. De belastingdruk maar weer gaan koelen. U moest lachen. Bagatelliseert, meneer Kavelaars? Nou ja, ja, een beetje wel, want nou kijk, de conclusies van de OESO zijn hier heel helder over. Het gemiddelde vennootschapsbelastingtarief, het gemiddelde tarief winstbelasting wereldwijd, is ongeveer 25%. Ja, en uit dat OESO-onderzoek komt dat de effectieve afdracht door multinationals ligt in de orde van 5%. Ik heb hier zelfs dat Apple en Starbucks zo'n effectieve belastingrate van 1,7% die hebben. Die zitten nog lager. Maar zoals ik net heb gezegd, van bij productiemaatschappijen, bij autofabrikanten en zo, daar is die winst makkelijker vast te stellen. Dus daar is belastingontwijking moeilijker. Maar bij bedrijven als Apple en zo, die betalen inderdaad bijna niks. Een bedrijf als Apple heeft op een belastingparadijs een bedrag van, schrik niet, zo'n $160 miljard geparkeerd. Waarover, dat is eigenlijk winst die belast zou moeten worden, maar dat blijft gewoon daar hangen. Die 1,7%, een term die ook heel vaak valt in dit debat, dat zijn rulings. En rulings, dat zijn afspraken die een bedrijf met de Belastingdienst kan maken. Klopt dat? Ja, dat klopt.
Zeker. Is het dan ook zo dat je als bedrijf naar de Belastingdienst kan gaan en kan zeggen, nou, ik wil mij best wel in Nederland vestigen, maar niet tegen 25%. Dan doen we tegen 15. Nee, dit is niet aan de orde, want dat is echt een mythe. En de heer Kavelaar zal het met me eens zijn. De Belastingdienst onderhandelt niet over tarieven. Okay. Belastingafspraken, dan gaat het over de manier waarop een bedrijf de wet mag uitleggen. En als dat onduidelijk is, je hebt een hele ingewikkelde financieringsstructuur gemaakt en je zegt van, nou, hoe kijkt hier de Belastingdienst tegenaan? Dan is in Nederland de Belastingdienst bereid om vooraf daarover zekerheid te geven. Hoe de wet moet worden gelezen en niets anders dan dat. Er wordt dus geen handjeklap gedaan over tarieven. Er is onlangs ook een onderzoek van de Rekenkamer naar gedaan. En dat blijkt dus dat in Nederland eigenlijk redelijk keurig gaat. En in landen als Luxemburg en Ierland, nou, daar lopen onderzoeken naar. Daar lijkt dat wel te zijn gebeurd. Oké, dus de Nederlandse fiscus is zuiver op de graad. Ja. Hoe zit dat in andere landen? Bijvoorbeeld met Amerikaanse fiscus, zijn er afspraken mee te maken? Nou, je kunt ervan uitgaan dat je in elk land afspraken met de fiscus kan maken. En dat komt simpelweg omdat het belastingssysteem zelf, dat is natuurlijk gewoon, ja, het staat in de wet, maar de wet is lang niet altijd duidelijk. Bij de Amerikanen is het overigens zo dat die hun wetgeving heel, heel gedetailleerd hebben. Vele malen zo gedetailleerd als wij. En dat betekent dat de ruimte om afspraken te maken veel kleiner is, want alles is in die wet vastgelegd. Nederland, maar dat geldt voor de meeste landen in de EU, hebben een veel globalere fiscale wetgeving. En dat betekent dus automatisch dat je onduidelijkheden krijgt in je wetgeving. En dat is wat die bedrijven willen met die rulings. Die willen vooral zekerheid hebben. De belastingdruk is natuurlijk ook wel aantrekkelijk, maar er zijn zoveel vestigingsklimaatfactoren waar de fiscaliteit er eentje van is, maar de ervaring leert ook wel dat een beperkt is. Zekerheid is voor, en niet alleen fiscaal, ook op andere terreinen, is voor bedrijven een groot goed. Want ze willen, als ze gaan komen investeren in Nederland, zeker voor de eerste 10 jaar, misschien wel 15 jaar, zekerheid hebben wat, althans vrij grote zekerheid hebben, wat de consequenties van hun handelen en opereren zijn. En daar dienen, zoals de Groot eigenlijk terecht zegt, die rulings ook voor. Okay. En die gaan dus worden voor 5 jaar aangegaan in de regels, soms 10 jaar. En dan worden ze gewoon verlengd. Het zijn ook standaard rulings, min of meer. Wat is dan nu de reden dat dit toch zo'n schimmige reputatie heeft? Het wordt in de publieke opinie constant over gepraat. Ja. U noemt het al handjeklap. De normale mensen, leken zoals Renske en ik, denken toch van, ja, wat gebeurt er nou? En waarom zijn ze daar zo geheimzinnig over? En waarom zijn ze niet openbaar? Nou, ik ben daar, ja, ik weet niet hoe, de rulings van individuele belastingplichtigen, vind ik, moet je niet openbaar maken. Omdat ik denk dat ieder, ook als je over jezelf denkt, dan wil je fiscale positie, denk ik. Maar er wordt toch niet niks afgesproken qua tarieven? Zeker niet. Wat is dan er zijn, ik denk, een stuk of 5 à 10 rulings, standaard rulings, waar bedrijven over komen. En die zijn nagenoeg allemaal identiek. Natuurlijk enigszins afgestemd op dat individuele bedrijf, maar dat zijn hele kleine verschillen. Dus die standaard rulings, en ik zou daar zelf absoluut geen bezwaar tegen hebben, en eigenlijk begrijp ik ook helemaal niet waarom dat niet zo is, die zou je gewoon openbaar kunnen maken. Als je dan zegt, ja, maar ik ga dat inderdaad voor het bedrijf inkleden met bepaalde bepalingen, omdat je zegt, ja, ik moet het toespitsen op dat desbetreffende bedrijf, dan denk ik dat je dat niet zou moeten openbaar maken. Dat kan overigens volgens de wet ook niet, omdat er een geheimhoudingsplicht bestaat. En omdat je ook bijvoorbeeld je bedrijfsproces of je bedrijfsactiviteiten, die wil je niet aan de openbaarheid brengen. Ja, maar die standaard rulings, die zouden wat mij betreft gewoon gepubliceerd kunnen worden. Daar zou ik geen enkel bezwaar tegen hebben. Meneer Groot, waarom zijn de standaard rulings niet openbaar? Nou, we hebben vorige week een vertrouwelijke briefing gehad met de Tweede Kamer over de rulings bij Starbucks. Mm-hmm. En dat ging in dit geval over een koffiefabriek die in Nederland staat. En dat was heel verhelderend. Ik ben het met de heer Kavelaar eens dat veel vaker gedaan zou kunnen worden. Zeker als een kwestie omstreden is, hè, als er officiële onderzoeken naar zijn gestart, dan is eigenlijk geen bezwaar om daar gewoon wat meer openheid van zaken over te geven. Tegelijkertijd ben ik het ook wel weer met de heer Kavelaar eens. Je kunt niet alle afspraken die met de Belastingdienst worden gemaakt over de schutting kiepen en dat op een openbaar register zetten. Want ja, dat gaat ook over de afspraken die de slager om de hoek maakt. En die heeft ook wel echt op enige vertrouwelijkheid. Maar dat er wat meer openheid in kan, ik zie daar ook eigenlijk weinig bezwaar tegen. Ik wijs ook op dat buiten de rulings met de multinationals, met alle, nou niet alle, maar heel veel belastingplichtig ook zeg maar afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een boekenonderzoek, waar dan wat onduidelijkheden zeggen. Dat je op een bepaald moment zou zeggen, ja, de fiscus weet het niet, de belanghebbenden weten het ook niet helemaal. Ze willen zekerheid hebben. Het alternatief is dat ze naar de rechter gaan. En dat wil men ook niet, want dat kost veel te lang, kost veel te veel. Dus het is eigenlijk vooral
een vaststelling over onzekerheid hoe nou precies de fiscale wetgeving zit en om dat met z'n tweeën, hè, Belastingdienst en belanghebbende, belastingplichtigen, om dat af te spreken. Oké, okay, dus er is geen handjeklap tussen multinationals en belastingdienst. Nee, het is duidelijk voor iedereen. Geen handjeklap. Het is allemaal legaal. Maar dat was niet sarcastisch. We hebben nu de base erosion geprobeerd uit te leggen, de profit shifting. Nederland speelt een hoofdrol in het verdragennetwerk in het fiscale internationale klimaat. Er stroomt zo'n duizenden miljarden euro's door Nederland heen, dat weten we nu allemaal. Maakt dit Nederland tot een belastingparadijs, meneer Groot? Ja, er is altijd heel veel, gedoe over. Hè? Belastingparadijs, kijk, volgens de OESO-definitie zijn we geen belastingparadijs, want de belastingparadijs, daar gelden twee criteria voor. De twee belangrijke zijn van, bij een belastingparadijs vaak sprake van een bankgeheim, hè, dus dat je geen informatie doorspeelt naar de fiscus. En in een belastingparadijs kenmerkt zich door een winstbelastingtarief van bijna nul. Maar die twee dingen heeft Nederland allebei niet. We zijn wel, ik hou altijd de terminologie aan van Tax Justice. Dat is een organisatie die opkomt tegen belastingontwijkingen voor de belangen van ontwikkelingslanden. Die zeggen ook, ja, Nederland is in letterlijke zin geen belastingparadijs. Wat Nederland wel is, dat noemen ze een verdragsparadijs. Dus het is wel, wordt in Nederland bijzonder gemakkelijk gemaakt om financiële stromen te glijden naar landen zoals Bermuda, Cayman. Dus we zijn een belangrijke schakel naar belastingparadijzen. We faciliteren belastingparadijzen. Bent u daarmee eens, meneer Kaffer? Dat is wat de kritiek die je op Nederland kunt hebben. Niet dat we een belastingtarief hebben van nul, want dat hebben we niet. Nee, nou, we zijn zeker geen belastingparadijs. Dat kan iedereen eigenlijk wel ervaren. Wat we inderdaad wel hebben, is dat we inderdaad nogal wat relaties met belastingparadijzen hebben. En dat wordt inderdaad volstrekt ingegeven door ons gunstige verdragsnetwerk. Tegelijkertijd vind ik ook wel dat de vraag is waar je op moet richten. En ik neig er zelf naar dat je dat vooral ook moet doen op die belastingparadijzen zelf. Dat gebeurt overigens in dat hele kader van die OECD ook. Want ja, landen die gewoon inderdaad eigenlijk nauwelijks belasting hebben, dat moeten we ook niet willen. Hè. Elk land heeft eigenlijk een volwaardig belastingssysteem nodig. En ik vind dus in zoverre dat we ons veel meer moeten richten op niveau brengen van de belastingssystemen in die landen die nu als belastingparadijs, echt belastingparadijs te boek zijn. En dan hebben we over landen die heel weinig belasting hebben, gewoon qua aantal belastingen. En voor zover ze belastingen hebben, ook lage tarieven hanteren. En dan ook nog, dat werd overigens terecht ook opgemerkt, vooral geen informatieuitwisselingssystemen hebben. Dat is ook een heel belangrijk gegeven. Daar werkt Nederland gelukkig wat mij betreft heel goed aan mee om dat wel op orde te brengen. Oké. Okay. Wij zijn dus geen belastingparadijs. Andere landen zijn belastingparadijzen. Waarom hebben wij het er als Nederland dan eigenlijk over? Dan is het toch gewoon een kwestie van, nou ja, de Cayman-eilanden moeten ze hun boel maar oplossen. Of moeten wij ook wat doen? Ja. Nou, wij hebben als beleid op dit punt in ieder geval dat we in ieder geval willen zorgen dat we heel erg transparant zijn. Dat we laten zien waar gaan inkomensstromen vanuit Nederland naar welke landen toe. En welke inkomensstromen komen vanuit het buitenland, voor zover wij dat kunnen traceren, naar Nederland. Het ministerie van Financiën, de staatssecretaris heeft al heel jarenlang het beleid om dat goed in beeld te brengen. En dan als je weet waar dat vermogen zit en waar die inkomensstromen naartoe gaan en waar vandaan ze komen, dan weet je ook wat ze belasten. Wat wij natuurlijk niet kunnen doen, is tegen de Cayman-eilanden zeggen, jongens, jullie moeten 25% vennootschapsbelasting heffen. Dat kunnen we gewoon niet. Dat moeten ze echt daar zelf doen. En wat je daar wel ziet overigens, en dat vind ik ook wel een goede ontwikkeling, is dat langzamerhand de druk vanuit de EU, vanuit de OECD, enigszins ook vanuit IMF en Verenigde Naties, op die landen aan het toenemen is om te zorgen dat ze een volwaardig, kwalitatief volwaardig fiscaal systeem gaan creëren. Dat is wel een lange adem. Maar die landen zullen dat nooit uit zichzelf doen. Dus hier is echt druk nodig. Ik zou toch in vergelijking met de heer Kavelaars een stap verder willen gaan. We zien inderdaad, en jullie hebben bedragen genoemd, hè, tienduizenden miljarden euro's die via Nederland onder meer naar die belastingparadijzen gaan. Dan moet je toch ook als Nederland je verantwoordelijkheid nemen om stappen te nemen. Al is het alleen maar om vanwege de reputatie van Nederland. Want Nederland komt in de verkeerde rijtjes terecht. Ja. Ik zal niet in mijn mond nemen dat Nederland een belastingparadijs is. Dat doen de SP en dat doet GroenLinks. Maar dat is meer om de discussie op te stoken.
Maar in letterlijke zin zijn we dat niet. We zijn wel ja, een verdragspartij, dus een schakel in het doorsluizen van die financiële stromen. En daar moeten we wel wat aan doen. We hebben wat dingen gedaan. Dus als het gaat om die brievenbusmaatschappijen, daar hebben we de zogenoemde substance-eisen voor verscherpt. Hè. Dus eisen stellen aan dat die firma's hier een minimale aanwezigheid moeten hebben. Ze krijgen geen brievenbusfirma's krijgen ook geen tax rulings meer. Hè. Daar besteedt de Belastingdienst geen aandacht aan. En ook gaat de Belastingdienst, als dat soort firma's zich vestigen met het kennelijke doel om belasting te ontwijken, worden buitenlandse belastingdiensten actief geïnformeerd. Het zijn allemaal maatregelen die we in deze kabinetsperiode vorig jaar genomen hebben. We kunnen nog een stap verder gaan, denk ik. Ik heb vorige week een motie ingediend, maar dat moet eerst onderzocht worden om te proberen het eerst in het internationaal verband aan te pakken. Dat is natuurlijk altijd de beste weg, maar als dat niet lukt, dat Nederland zelf een bronbelasting gaat heffen op financiële stromen die naar belastingparadijzen gaan. En dan gaan die brievenbusfirma's, die gaan wel ergens anders naartoe. Oké, dus we zijn geen belastingparadijs, maar we moeten wel actie ondernemen. Ik zie een publieksvraag. Goedemiddag. Gisteren in het nieuws dat Netflix door een verandering in van de belastingwet in Luxemburg naar Amsterdam komt verhuizen. Dit ligt er zo dik bovenop. Moeten we dit wel toestaan? Dat ze om die reden verhuizen. Meneer Kavelaars? Ik zou zelf zeggen dat als je dat je onderneming niet moet belemmeren om te gaan vestigen waar ze willen. Dat als je iets daartegen wil doen, dan moet je simpelweg zeggen, dan moet je zorgen dat je eigen wetgeving anders in elkaar steekt. Maar om ondernemingen te verbieden, te verplaatsen, om wat voor reden dan ook, dat lijkt me, tenzij het in de strafrechtelijke sfeer of zo zit uiteraard, want dan willen we die bedrijven niet. Als wij dat zeggen, dat willen wij niet, dan moet je inderdaad in Nederland maatregelen nemen waardoor je dat voorkomt. Als je zegt, we doen het alleen omdat ze het zeggen, dan zullen ze ongetwijfeld straks een andere reden gaan noemen waarom ze naar Nederland willen. Dus dan vis je nogal achter het net. Ja, ik ben geneigd om dit toch eerder als zo goed nieuws te zien. Omdat, kijk, in Luxemburg gebeurden natuurlijk allerlei dingen. Daar werd wel handje klap gedaan en daar speelde een directeur-generaal fiscale zaken daar een hele grote rol in. Ik denk dat we nu zover zijn dat dit soort dingen in Luxemburg voorbij is. Ja, en dan gaat het om, Netflix zal toch een Europees hoofdkantoor moeten worden. En dan is Nederland natuurlijk wel een goed alternatief, want Nederland heeft een heleboel echt objectieve voordelen om zich hier te vestigen. We hebben Schiphol, we hebben goede rechtspraak, we hebben internationale werknemers. Dus misschien is het wel heel goed nieuws dat Netflix... Dat is op zich wel waar, maar het hangt er natuurlijk af wat ze hier gaan neerzetten. Want het gaat om de feitelijke vestigingsplaats. Wil je van de fiscale voordelen gebruik maken? En als ze alleen maar hier een hoofdkantoor neerzetten, wat op zich al mooi is, waar twee mensen zitten te werken en verder wordt van daaruit de hele wereld van Netflix aangestuurd, dan is dat prettig dat die twee mensen hier werken, maar daar schieten we natuurlijk niet zoveel om mee op. Waar het om gaat, en dat is wel heel relevant, en daar doet overigens de grote ook wel op, dat begrijp ik wel, maar dat onderscheid moet je wel goed maken, is of Netflix een heel regiment mensen meeneemt en nog een productie meeneemt en dan zegt, dat gaan we allemaal hier zetten. Maar je moet dus in de fiscaliteit, dat klinkt voor niet-fiscalisten altijd heel raar, heel goed onderscheiden, heb ik het alleen over het bestuur en de feitelijke leiding, dat bepaalt eigenlijk waar een vennootschap gevestigd is. Of trek ik inderdaad de productie aan. En dat kan dan dienstverlening zijn of actieve productie. Dat allemaal niet. En daar hebben we natuurlijk het meeste in. En die willen we aantrekken. En daar heb je ook een goed, ook dat zegt de grote terecht, vestigingsklimaat voor nodig. Maar die brievenbusmaatschappijen, om dat toch maar even daarop terug. Dat zijn nou allemaal ondernemingen waarbij we zien dat hier inderdaad dat bestuur zit. Maar verder is er niks. En als Netflix ook zegt, we gaan het bestuur in Amsterdam zetten. Met dan nog één of twee man, want dat moet dan op basis van die nieuwe regels die de groot doen. Ja, ook mooi, maar dat zet niet echt zo aan de lijk. Dus het is wel van groot belang, waarmee komen ze naar Nederland? Maar daar zijn we toch ontzettend over eens. Dank voor je vraag. Nee? Nog een vraag? Ja. Hallo. Vorig jaar is er door de Hoge Raad een arrest gewezen over de herkwalificatie van eigen vreemd vermogen. Over het uitgeven van aandelen aan een Australisch dochterbedrijf. Die daar de kenmerken van een lening hadden. En daar was dan de rente aftrekbaar en hier was het vrijgesteld. En ik vroeg me eigenlijk af wat jullie daarvan vinden en wat jullie daar eventueel dan aan zouden doen. Wie wil het? Wie kent het arrest? Ik ken deze specifieke casus niet, maar dit lijkt me typisch een geval van wat heet hybride mismatch. In het ene land aftrekbaar en in het andere land niet belast.
ja, dit is echt wat iets wat via internationale wetgeving opgelost moet worden. Maar nogmaals, Nederland zou ook kunnen kijken of wij niet zelf ook in de wetgeving hebben. Je ziet op dit vlak, hier is de OCD dus heel actief mee bezig. En dat BEPS-plan waar we het net over hadden, is dit een van de, ik denk wel speerpunt nummer 1. Het zijn 15 actiepunten, dit is actionpunt nummer 2, om tegen dit soort zaken wat te doen. En dat kun je bijna alleen maar doen, en dat komt gewoon door het fiscale systeem, op het niveau van een land en niet door middel van verdragen. Wij kunnen dat in zo'n geval alleen maar doen door te zeggen, nou, als wij dat vrijstellen, dan moeten we dus dat voortaan maar niet meer doen en moeten we dat gaan belasten. Als de andere partij inderdaad die post in aftrek toelaat. Maar wij zouden natuurlijk ook kunnen zeggen, wij houden het vrijgesteld, laat ze daar in Australië, want daar kwam het inderdaad, speelde het inderdaad, laten ze daar maar die aftrekpost schrappen. Dus de vraag is nou een beetje, en daar gaat de discussie momenteel over, een hele lastige, wie moet nu ingrijpen? Degene, het ontvangende land, of het land waar de betaling plaatsvindt. En ja, eigenlijk willen het liefst geen van beiden iets aan een systeem doen. Dus ze wijzen heel snel naar elkaar. En dat is een hele lastige discussie. Dankjewel voor je vraag. We gaan het zo meteen nog eventjes hebben over ingrijpen en hoe dat dan het beste kan gebeuren. Maar ik blijf toch een beetje zitten met de vraag, moet je überhaupt wel willen ingrijpen? Ik zat vanochtend het journaal te kijken. Ten opzichte van vorig jaar zijn de buitenlandse investeringen verdubbeld naar 3,2 miljard, 6.000 nieuwe banen erbij. En een deel van waarom buitenlandse investeerders zo geïnteresseerd zijn in Nederland, dat is ons gunstige klimaat. Moeten we het niet gewoon lekker houden zoals het is? Ja, ik zeg elke keer, en bij elk debat weer, van gunstig vestigingsklimaat moeten we vooral zo houden en daar hoort ook een goed fiscaal klimaat bij. Maar juist daarom moet je het misbruik, de ontwijking, dat moet je hard aanpakken. Als hier bedrijven komen met reële investeringen of dat ze hun hele financiering vanuit Nederland willen aansturen, prima. Daar hebben we ook ons belastingverdragen netwerk voor. Maar we moeten die lege brievenbussen die hier alleen maar komen om belasting te ontwijken, ja, die kunnen we missen als kiespijn. Dus ik zou daar gewoon een scherpe knip tussen willen maken. Aantrekkelijk voor echte investeringen. En dat blijkt ook dat we ondanks alle commotie over die belastingwetgeving, dat we nog steeds heel aantrekkelijk zijn. Laten we dat vooral voortzetten. Maar laten we die belastingontwijking keihard aanpakken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan waarschijnlijk. Maar dat zijn we al jaren mee bezig en dat gaan we volgens mij nog doen. Nou, we hebben nu voor het eerst wel echt maatregelen genomen die gericht zijn op brievenbussen waar grote concerns die hier gewoon reële investeringen doen, geen last van hebben. We gaan zo ook nog praten over het toekomstperspectief inderdaad. Ik wil nog even terug naar of u beiden misschien ziet of er nou een schuldige is in deze hele discussie. Zijn dat nou de landen zelf? Zijn dat de multinationals die het maar ontwijken? Of is er helemaal geen sprake van een schuldige en houden we ons allemaal aan de wet? Meneer Kavelaar? Nou, je zou in mijn optiek kunnen zeggen dat we misschien met z'n allen schuldigen zijn. Als je een schuldige zou willen aanwijzen. En dan bedoel ik gewoon, als we naar Nederland kijken, ons met z'n 16 à 17 miljoen. Om maar even een beetje extreem te stellen. Omdat we... Ik heb geen... klinkt misschien een beetje raar, maar de achtergrond daarvan is natuurlijk dat het overgrote deel van de mensen, ik denk dat dus inderdaad, zeg maar, bijna iedereen is, liever geen belasting betaalt. En dat, daar kun je van zeggen, ja, dat is allemaal niet netjes dat winnen, want we moeten wel die uitgaven doen. Dat probeer ik ook op de universiteit, die studenten altijd. We moeten gewoon, we willen dat systeem wat we in Nederland hebben, dat willen we overeind houden. Dat kost heel veel geld en daar moeten we belasting voor betalen. Dus dat moet je inderdaad graag willen. Maar hoe dan ook, de meeste belastingplichtigen, of dat nou bedrijven of particulieren zijn, die willen dat niet. Denk aan de zwarte werkster, denk aan de zwarte klusjesman. Het huis moet geschilderd worden en wat roepen we dan? Ja, we gaan niet naar de legale schilder toe. Laat maar even mijn buurman dat doen. We doen dat dus allemaal, zeg maar. Het zit er een beetje in. Hoe komt dat? En dat is op zich wel goed verklaarbaar. Omdat je betaalt voor iets waar je niet direct een tegenprestatie tegenover staat. En als we dat veel meer zouden zien, hè, als we veel meer zouden zien, wat is nou, wat krijgen we ervoor terug? Dan zou dat veel beter worden. Dus in zoverre zeg ik altijd, we zijn eigenlijk met z'n allen schuldig. Daar kan ik me als particulier iets bij voorstellen. Maar geldt dat voor multinationals ook? Op het moment dat multinationals zien van, nou, dit krijg ik terug voor mijn afgestane centen, dan zouden ze wel bereid zijn om... Ik denk dat multinationals waar ze kunnen bezuinigen, dat, op fiscaal terrein, want belasting zijn kosten. Mm-hmm. Ik bedoel, zeker voor bedrijven, belasting zijn gewoon kosten. En overal waar kosten verminderd kunnen worden, vindt men het prima.
Dus ik denk dat die minder letten op wat zie ik ervoor terug. Maar veel zeggen, wij willen onze kosten verlagen. Ofwel voor de aandeelhouders, ofwel voor gewoon het winst, ofwel voor het beeld van het bedrijf. En ik zie ze daar niet goed van af te brengen binnen de marges die de wetgeving uiteraard biedt. En dan hebben we het even niet over de fraudegevallen, want daar hebben we het hier niet over. Nee, precies. Dus als je dat eruit wil halen, dan moet je inderdaad, die dubbel dips waar we het net over hadden, die moet je dan inderdaad oplossen. Ja, ik zou er twee opmerkingen over maken. Ten eerste ten aanzien van die multinationals. Hier zie je het grote belang van maatschappelijke organisaties zoals Tax Justice of Oxfam. Die houden heftige pleidooien, en dat steun ik ook, dat multinationals openheid geven over de belasting die ze waar afdragen. En als die openheid er zou komen, dat heet country by country reporting, dus dat multinationals laten zien waar ze winstbelasting afdragen, dan worden ze vanzelf ook veel meer op een maatschappelijke verantwoordelijkheid aangesproken. Ik denk dat dat ontzettend gaat werken als eenmaal voor het hele publiek zichtbaar wordt. Want dan moet je ook met je billen bloten, dan moet je ook gaan vertellen dat je als Apple helemaal geen belasting betaalt. Dat is natuurlijk toch slecht voor je imago. Dit is eigenlijk een beetje aan de schandpaal nagelen. Dus op het moment dat wij zouden zien, bij Starbucks betalen ze niet genoeg belasting, dan gaan wij daar geen koffie mee halen. Ik denk dat dat helpt aan een andere cultuur ten aanzien van belasting betalen. Want als je in de anonimiteit al je belastingen kunt ontwijken, dan is dat dan gaat dat wat gemakkelijk. Dat systeem wat hier wordt voorgesteld, dat gaat inderdaad komen, alleen de gedachte is daarvan niet dat dat publiekelijk bekend gaat worden. Het blijft dus wel bij de Belastingdienst. Die kan controleren of inderdaad die belastingdruk redelijk is of op niveau is. Het toch niet meer? Dat element wat de Groot net noemde van publieke schandbal, dat gaat daar niet uitrollen. Okay. Althans, in ieder geval niet naar de huidige stand van zaken. Dat komt naar mijn inschatting ook niet. Dat valt nog te bezien. Wij zullen daar in ieder geval voor ijveren. En mijn tweede opmerking die je zou willen maken, dat is de cultuur zoals die bestaat binnen een belastingadvieskantoor. Hè. Er is natuurlijk toch een cultuur gegroeid, een beetje vergelijkbaar met in het bankwezen, hè, met de bonussen, van zo agressief mogelijk fiscale tax planning. Dus van alles wat niet expliciet verboden is, dat mag. Mm-hmm. Ook al leidt dat tot hele gekunstelde en extreme ontwijkingsconstructies. Ik vind dat er ook iets in de cultuur bij die belastingadvieskantoren zou moeten veranderen. Op dezelfde manier als dat ook op die manier een proces in gang hebben gezet bij de banken. Oké, meneer Kavelaars, u werkt bij een belastingadvieskantoor. Ja, u mag reageren. Ja, dat heb ik al aan. Ja. Ik denk dat belastingadvieskantoren er voor een belangrijk deel inderdaad zijn om de cliënten, en dat zijn dus inderdaad ook de multinationals, maar dat is ook iedere andere belastingplichtige, om die te helpen aan een binnen de gegevens van de wet en de verdragen, et cetera, lage belastingdruk. Ik denk dat je daar op zich niet aan ontkomt. Wellicht de ethische normen die daar zijn, maar dat is natuurlijk een hele lastige discussie. Ik vind persoonlijk dat daar op de overheid tenminste zo'n grote druk heerst om te zorgen dat het fiscale systeem in orde is. En dat ze inderdaad zelf moeten zorgen. Ik bedoel, daar is de wetgever voor, zeker als men het ziet, om eventuele gaten die er in het systeem zitten, om die niet te laten bestaan. Dat is de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de overheid heeft. En ik vind zelf dat de meeste overheden daar toch niet echt heel erg stringent in zijn. En dat is Nederland niet de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf, bijvoorbeeld? Dat moet je misschien aan het bedrijf vragen. Die is er denk ik wel, maar daar zit elk bedrijf natuurlijk heel erg verschillend in. Daarvoor geldt ook, die belastingen zijn kosten. Hè? Dus voor het bedrijf, de meeste bedrijven zitten er zo in. En dat zou je zo van je enquête, denk ik, voor 99% eruit kunnen halen. Kosten minimaliseren, dus ook belastingen. Gezien je concurrentiepositie is dat natuurlijk moeilijk om te accepteren. Maar nu ook over die maatschappelijke verantwoordelijkheid te spreken. Oxfam Novib zegt dat ontwikkelingslanden zo'n 600 miljoen tekort komen door middel van dit belastingklimaat zoals het nu is. Zoals u al eerder zei, Nederland speelt hier een belangrijke rol in het verdragsparadijs naar de belastingparadijzen. Dus enerzijds geven wij jaarlijks miljoenen aan ontwikkelingsgeld, acties, dit en dat. Anderzijds lopen die landen zelf honderden miljoenen mis. Is het niet een gigantisch probleem en waarom is het zo dubbel? Nou, ik zou zelf vind ik inderdaad dat de positie van met name ontwikkelingslanden versterkt moet worden. Die is inderdaad niet heel sterk. En dat komt simpelweg omdat ze de know-how missen.
know-how fiscaal terrein. Daar zouden ze absoluut ondersteund moeten worden. En dat gebeurt gelukkig ook. Nederland is daar zelf overigens ook actief in geworden. Ik vind persoonlijk wel dat die ondersteuning naar die ontwikkelingslanden toe in het ontwikkelen van hun eigen fiscale systeem, dat is deel 1 van het gebeuren, en deel in het ontwikkelen van goede belastingverdragen, dat niet direct door landen, ontwikkelde landen moet worden opgenomen. Omdat ik het een beetje raar vind, dat we zeggen, je zou het nog kunnen splitsen in het ondersteunen van het belastingssysteem, maar en het sluiten van verdragen. Kijk, het is een beetje raar als je met je tegenstander, om het zomaar een verdrag gaat onderhandelen, en ondertussen aan de andere kant hem gaat adviseren. Ik vind dat daar dus een hele belangrijke rol is weggelegd bij het IMF en de Wereldbank, om te zeggen, wij gaan die landen, die ontwikkelingslanden ondersteunen in het sluiten van verdragen. En die zitten dan maar aan de tafel, wat mij betreft, bij dat land, als ze met Nederland onderhandelen. Ik vind het prima, uitstekend. En dat gebeurt nu een beetje, maar te weinig. Wat wij wel zouden kunnen doen, en overigens doen we ook dat wel, maar dat zouden we wat mij betreft ook meer kunnen doen, is gewoon zeggen, we gaan die landen helpen met het ontwikkelen van hun fiscale systeem. Overigens zie je dat daar ook de Wereldbank en het IMF heel veel werk voor zet, gelukkig. Maar ik vind dus dat daar onze rol, Nederland, maar het geldt ook voor andere landen, dus vrij beperkt zou moeten zijn. Okay. Meneer Groot, ik wil u nog even laten reageren. Ja. Daarna gaan we naar een publieksvraag. Dat moeten ontwikkelingslanden dus zelf in beweging gaan stellen. Dat is niet de rol van Nederland. Bent u daarmee eens? Nee, want het opzetten van een belastingssysteem is daar ontzettend belangrijk. Kan ontzettend belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ontwikkelingslanden. Hè? Want het begint vaak bij het kunnen heffen van belastingen. En daarmee dat je onderwijs kunt financieren en dat je wegen kunt financieren. Daar begint, vaak een ontwikkeling mee. We hebben ook vorig jaar in die brief die naar de Tweede Kamer is gegaan, en die maatregelen die in die brievenbusmaatschappijen waren genomen, daar staat dus ook in dat Nederland eenzijdig de belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden gaat herzien en voorzien van anti-misbruikbepalingen. Het zijn vaak verouderde belastingverdragen, maar dan gaan we toch de ontwikkelingslanden helpen om die belastingverdragen beter te maken. Dat helpt ook ten opzichte van derde landen. En we hebben een groot deel van ontwikkelingsbudget. Daarmee gaan we ook de belastingdiensten helpen opzetten in die landen. Okay. Ik denk dat dat een hele effectieve manier is van ontwikkelingshulp. Wel een rol voor Nederland dus. Volgens mij hebben we een publieksvraag. Ja, om nog even terug te komen op het maatschappelijk verantwoordelijkheid voor fiscalisten. U bent hoogleraar. Vindt u ook dat het een onderdeel zou moeten zijn van de bachelor of de master fiscale economie of fiscaal recht? Het wordt, tax assurance wordt onderwezen in Tilburg, maar nog niet aan de UvA. Volgens mij ook niet aan Erasmus, dat weet ik niet zeker. Maar wat vindt u daarvan? Ja, nee, daar ben ik zeker voor en dat gebeurt ook wel. In Tilburg hebben ze een echt tax assurance programma, maar dat richt zich overigens niet typisch op die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat zit er wel in. Ik kan niet voor Amsterdam spreken. Ik weet wel natuurlijk voor mijn eigen afstudeerrichting fiscale economie in Rotterdam. Daar hebben we geen afzonderlijk vak in, maar we doen het wel in een aantal vakken is het verwerkt. Daar heb ik ook een onderdeel tax assurance bijvoorbeeld als ik daarin zou zitten opgenomen. Dus het komt wel aan de orde, maar niet in een afzonderlijk vak. En ik zou zelf ook er vooral voor zijn om het in de verschillende vakken mee te nemen. Daar ben ik een grote voorstander van. Oké. Okay. Maar ik vind dus dat het wel, als dat de kern van de vraag is, dat het in het curriculum ergens moet zijn ondergebracht. En dan kun je discussiëren over de mate waarin en de vorm, et cetera. Maar dat onderschrijf ik dan. Ik hoorde van meneer Groot ook een volmondig ja. Ik geloof dat je nog een publieksvraag hebt. Yes. Ja, ik heb een vraag die redelijk goed aansluit bij de vorige vraag. Hij is wel redelijk bot. Wat ik mij altijd afvraag is, vindt u dat belastingkantoren waarde toevoegen aan de maatschappij? Dat is een gewetensvraag. Daar wil ik wel op antwoorden zoals ik daar zelf in sta. Maar het antwoord is dat ik dat inderdaad niet vind. Ja, nee, ik roep dat inderdaad wel eens vaker. Belastingadvieskantoren zouden eigenlijk niet moeten bestaan. Die leveren, er zit op zich dus wel een heleboel economische waarde in, dat leidt helemaal geen twijfel.
Maar als je naar de maatschappelijke waarde zou, dan is dat niet zo. Ik wilde wel ook een ander punt bijgeven als ik naar Nederlandse situatie kijk. Ik denk dat ons Nederlands fiscale systeem op een heel hoog niveau staat. Mede dankzij belastingadvieskantoren. Kleintjes, grote, dat maakt allemaal even niet zoveel uit. En ook omdat ze een goed tegenwicht krijgen bij de Belastingdienst zelf. En ook omdat ik denk dat een heel veel fiscalisten die in Nederland werkzaam zijn, ook bij belastingadvieskantoren, laat ik zeggen, het belang van hoe fiscale wereld in elkaar moet zien aan de overheid duidelijk maken. Er wordt natuurlijk gedacht dat inspecteurs en adviseurs enorme kemphanen zijn die ongeveer elkaar de oren van het hoofd slaan. Maar dat is absoluut niet het beeld wat in het algemeen geen geld. Ik denk dat een heleboel, dat vanuit de belastingadvieswereld ook heel veel met de overheid wordt meegedacht. Maar goed, aan de andere kant, kijk, het primaire belang van belastingadvieskantoren, en dat is van de eenpitter tot inderdaad de multinational, zeg maar, als belastingadvieskantoor. Het primaire belang is natuurlijk altijd de belastingplicht. Dat is waar. En het zou natuurlijk heel mooi zijn, even vanuit maatschappelijk oogpunt gezien, als belastingadvieskantoren niet nodig waren. Dankjewel. Hartelijk dank. Duidelijk antwoord. Meneer Kavelaars, geeft u zelf eigenlijk advies als het aankomt op wetgeving? Geeft u advies aan het ministerie? Niet rechtstreeks in ieder geval. Ik heb wel indirect, als je het zo zou willen zien. Ik heb de afgelopen jaar, het is inmiddels al een half jaar, bijna een jaar geleden, heb ik in de commissie van Dijkhuizen gezeten. Die heeft het kabinet en ook de Kamer trouwens, want we zijn zelfs op verzoek van de Tweede Kamer ingesteld, advies gegeven over een herziening van het belastingstelsel. Dus dat zou je als een, denk ik, advisering kunnen zien. Ik heb zelf geen direct advies aan het ministerie of aan Kamerleden of wat dan ook. Maar dus er is geen sprake van een belangenverstrengeling? Dat u enerzijds werkt bij een belastingadviesbureau en anderzijds geeft u advies aan het ministerie? In hoeverre kunt u uw eigen belangen natuurlijk wel makkelijk dus op open deur, maar moet toch goede vraag worden. Aan de andere kant, ik vind het van groot belang dat ik, althans voor mezelf, dat ik daar volstrekt transparant in ben. Iedereen weet dat ik twee petten op heb. Mm-hmm. En dat probeer ik ook zoveel mogelijk helder te maken. Dus in al mijn publicaties, uitingen, laat ik dat ook zien. En ja, eerlijk gezegd, dan is het aan de ander of hij daar gebruik van wil maken. Als hij zegt, dat vind ik geen goed idee. Want die ene pet, die wordt toch beïnvloed door de andere pet. Dan moet je gewoon zeggen, meneer Kaper, daar staan we over. En dan ga ik verder zoeken. Dat vind ik prima. Ik ben door de, toen die commissie geformeerd werd, waar ik het net over had. Toen wist men ook dat ik twee petten op heb. Als men dat liever niet heeft, kan ik heel goed inkomen, dan moet men mij in ieder geval niet vragen. Dus ik ga ervan uit dat ook de ontvanger van mijn boodschap, weet dat ik mogelijk die twee petten heeft en dat zelf afweegt. Dan ga ik graag naar meneer Groot, want dit is niet iets nieuws. We praten niet over iets nieuws nu. Er wordt hier al 30 jaar aan gewerkt aan oplossingen, mazen in de wet. Toch betalen multinationals relatief gezien steeds minder belasting ten opzichte van multinationals aan de staatskas. En in hoeverre denkt u dan dat bedrijven, accountancybureaus, lobbyisten oplossingen voor belastingontwijking tegenwerken? Dat dit soort ontwikkelingen tegenwerken, dat leidt geen twijfel. Mijn mailbox zit dagelijks vol met allerlei waarschuwingen uit die hoek van pas op wat er aankomt en Nederland gaat ten onder en dat soort teksten. Niet voor mij hoor. Ja, des te belangrijker is dat er nu, en dat is denk ik wel echt een trendbreuk. De ontwikkelingen zijn veel te lang op zijn beloop gelaten. En dus, in die zin is een vergelijking ook, gaat heel goed op met de banksector, waar ook de zaken veel te lang uit de hand zijn gelopen. Ik denk dat het heel belangrijk is geweest dat de OESO in actie is gekomen hiertegen, ook de Europese Unie. Hier ligt een gouden kans. Wie had gedacht dat zelfs het Zwitserse bankgeheim dat zou gaan sneuvelen? Ik heb 2 jaar geleden voorspeld. Toen zei ik, het duurt 2 jaar, dat klopt exact. Maar 10 jaar geleden had niemand dat nog voor mogelijk gehouden. Dus er wordt wel degelijk vooruitgang geboekt. Maar inderdaad, het is heel moeilijk om onafhankelijke belastingdeskundigen te vinden. Dit is dus ook een probleem wat bij de OESO speelt. Want daar heb je dus af en toe hele goede wetenschappers, hele goede fiscalisten. En wat zie je dan op het moment dat ze echt goed ingewerkt zijn, dan worden ze voor enorme bedragen weggekocht.
door de commerciële belastingadviesbureaus. Dus wat dat betreft blijft het een uphill battle. Okay. Maar de kansen dat er nu iets gaat gebeuren, die zijn beter dan ze ooit geweest zijn. Goed, dank voor uw antwoord. Dan is eigenlijk mijn laatste vraag ook hierop inspelend. Is gaan bedrijven nou daadwerkelijk met al deze mooie oplossing van de EU en de OESO, gaan bedrijven nou in de toekomst, in de nabije toekomst, daadwerkelijk hun fair share betalen? Gaan wij miljarden als staat meer binnenkrijgen? Meneer Groot? Nou, ik denk echt dat die mismatches, het profiteren van verschillen tussen fiscale systemen, ik denk echt dat er wel wat aan gedaan wordt. Ik denk echt dat zie je ook aan hoe hard er geklaagd wordt. Het is ook altijd wel een goede maatstaf. Hè. Naarmate er harder geklaagd wordt, dan neemt toch de kans toe dat er echt wat gebeurt. Ik ben daar hoopvol over, ook het bankgeheim wat ik net heb gezegd. Wereldwijd is toch de stemming ook veranderd, want het is niet meer vol te houden dat de koffieshop op de hoek wel bij wijze van spreken 30% belasting betaalt en Starbucks helemaal niks. Dat is niet meer uit te leggen. En zeker na een crisis dat wij in de burger zwaar wordt aangeslagen, dat multinationals een fair share ontwikkelen. Maar het blijft een strijd die gevoerd moet worden, waarbij maatschappelijke organisaties ook heel belangrijk zijn. Ziet u later nog een kans in de belastingadviessector of is dat verleden tijd? Nee, dat blijft voldoende werk. Daar heb ik niet zoveel twijfel over. Omdat dat hangt niet zozeer hiermee samen, maar simpelweg over het feit dat je het niet voor elkaar krijgt. Ondanks dat... Door uw hoop of... Het fiscale systeem blijft per definitie ingewikkeld. En daar heb je dus hoe dan ook fiscalisten voor nodig. En het curieuze is overigens, Ik val mij hierop, maar zeker ook als ik naar mijn eigen studie kijk, dat het aantal studenten, eerlijk gezegd nogal tot mijn verrassing gelet op de ontwikkelingen waar we het hier vanmiddag over hebben, vrij sterk toeneemt. Terwijl ik me inderdaad best kan voorstellen, als je jongere bent en je moet een studie kiezen, en je denkt, nou, als ik zie wat er in die fiscale wereld gebeurt, daar zou best wel eens wat van veranderen. En daar gaat zeker ook wel wat veranderen. Maar je moet je aan de andere kant rekenschap geven dat het overgrote deel van de fiscalisten niet in deze sector werkzaam is, maar gewoon bij de slager op de hoek en de bakker. En dat blijft natuurlijk bestaan, dat blijft complex en ingewikkeld. En wat betreft de toekomst, ja, er gaat zeker wat veranderen, dat ben ik met de groot eens. Wat ik overigens wel zelf meen te zien, is dat de grootste rem in de hele ontwikkeling van dat hele OECD-gebeuren bij de landen zit. Dat de landen dat zelf actief doen? Ja, er zijn genoeg landen die er helemaal geen belang bij hebben dat dit soort ontwikkelingen gaat plaatsvinden. Ik zie u instemmend knikken. Is Nederland er één van? De Kamer zit wat dat betreft de staatssecretaris flink achter de broek. En wij zullen echt de staatssecretaris houden dat Nederland hier gewoon voorop in blijft lopen. Zowel in intellectuele als in praktische zin. Maar je hebt natuurlijk te maken met internationale belastingconcurrentie. En toen ik knikte, dacht ik meteen een beetje aan de Verenigde Staten. En het ligt dan niet aan de onwil van Obama. Maar het ligt vooral aan de onwil van de Republikeinen in het Amerikaanse congres. Die Obama zo'n succes niet gunnen. Hè, om resultaten te bereiken tegen de strijd tegen belastingontwijking. Dat is een groot probleem, de blokkade in het Amerikaanse congres. Okay. Ja, het gaat ook voor Amerika is overigens inderdaad een correct voorbeeld wat hier genoemd wordt. Maar het geldt ook wel voor vele andere landen. Ik heb de indruk dat men toch wat makkelijker ja roept tegen dit soort voorstellen. Omdat je het ook fatsoen niet kan zeggen dat je tegen bent om dit soort constructies op te ruimen, als we het over de constructie op de brievenbus hebben. En dat, ik kan het moeilijk als land zeggen, daar gaan we niet aan meewerken. Maar tegelijkertijd, als je ziet, de G20 heeft zich er volledig achter gezet, heel mooi. Maar als je vervolgens gaat zien, je gaat het uitwerken en je ziet wat voor consequenties dat op nationaal niveau heeft, bijvoorbeeld voor je investeringsklimaat of voor je regelgeving, et cetera, dan schrikken, is mijn ervaring tot nu toe, nogal wat landen daarvan terug. En dat wordt gewoon op overheidsniveau dus eigenlijk al gezegd, nou ja, we weten niet of we hier nu eigenlijk wel in mee moeten gaan op deze mate. Dus eigenlijk moet dit mondiaal, iedereen tegelijk, moet het gaan aanpakken? Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad een correct en goed punt. Want de ene is natuurlijk bang dat als hij ergens iets gaat aantrekken, zeg maar, qua regelgeving, dat hij denkt, ja, wat gaat dat bedrijf dan doen? Die gaat onmiddellijk één deur verder. En daar die brievenbus neerzetten of daar gebruik maken. Dus als ik meedoe, maar hij niet, dan hebben we het probleem niet opgelost. En daar zijn we in Nederland ook denk ik wel redelijk mis. Dan hebben we het probleem niet opgelost, want dat verplaatst zich. En wat we natuurlijk wel willen is, als het een probleem is, dat we het met z'n allen oplossen. En daar zijn landen die misschien moet je zeggen, die vertrouwen elkaar op dat punt niet. Okay.
Idealistisch hier, zit de G20 heeft, in ieder geval hier heeft Europa een belangrijke rol. En Europa is zelf een groot blok. Ja. En je ziet wel binnen de Europese Unie een grote mate van consensus om hier nu echt iets aan te doen. Iets aan te doen. En dit is nou echt een onderwerp waar Europa toegevoegde waarde kan hebben. En ik zit daar wat anders in. Ik verwacht hier toch wel echt maatregelen uitkomen. Okay. Nou, dat is een positieve noot om mee af te sluiten. We willen jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. Komende vrijdag ontvangen we om 12:30, 12 uur, Alexander Pechtold. Wees welkom, het wordt druk. Heren, heel vriendelijk bedankt. Mag ik een hartelijk applaus voor meneer Peter Kavelaars en meneer Ed Groot. Dankjewel. Ja. Goed. Ja, nou, oké. Okay. Hartelijk dank. Moet ik eerst dat ding, waar staat het knopje nou? Nee, de bovenkant. Ah, ja. Rechten, fiscale economie. Rechten en Europese studies. Oké. Okay. Leuke sessie. Leuk hoor. Nee, ik zou het zeker niet vragen. And kick.
eentje? Ja. Ja, dan zou ik daarheen gaan als je dat afgesproken hebt. Ja.